hoorde je vandaag dat het Maasheggengebied de status heeft gekregen van een UNESCO Man and Biosphere gebied. Er is eindelijk een soort eremedaille gekomen op dit gebied. En op het wonder dat het hier nog bestaat, terwijl het op alle andere plekken weg is. Wat ik erg intrigerend vind, is dat hier een soort van samenwerking is die bijna vanzelfsprekend is. En dat je gezamenlijk probeert om een gebied verder te ontwikkelen met aandacht voor natuur en de mens. Maasheggen is dus het enige Nederlandse gebied, maar er zijn maar liefst 650 man- en biosfeergebieden in de wereld. We gaan naar het gebied toe met wetenschappers en we kijken wat hier gebeurt. We maken er een soort van heel groot veldlaboratorium van. En eigenlijk gaan de mensen zelf, die er van alles al doen, die gaan we dan volgen. En met die mensen doen we experimenten om het gebied nog duurzamer te maken. Nou, dat vlecht is dan nog wat meest ontroerend, want dat betekent dat je tegen een boom of een struik eigenlijk zegt, ga jou mishandelen, maar in ruil zal ik jou goed verzorgen, maar dan moet je wel mijn koeien tegenhouden, weet je dat? Dat is gewoon fantastisch. Ik hoorde nu vandaag voor het eerst twee burgemeesters zeggen, de komende 2000 jaar, hallo. Dat is nog eens een keer over je graf regeren, en dat moet ook. Ja, nee, dus dat, ja, ik zie het positief, ja.